nieuwe vlog. Ik heb mezelf ondertussen heel even omgekleed, uit mijn pyjama gehezen, maar ik denk dat het aan mijn gezicht te zien is. Ik ben broken. Ik heb denk ik ieder uur gezien vanochtend. Geen idee wat de reden daartoe was, maar ik heb echt niet lekker geslapen vanochtend, dus desalniettemin gaan we er gewoon een leuke dag van maken. Dus ik hoop dat jij zin hebt in deze vlog. Ik hoop dat jij een leuke dag voor de boeg hebt. En het is zo, dan wens ik je al het, plezier van de hele wereld. Dus, tot straks na het werken. Intussen ben ik terug van het werken. En ik heb alvast mijn spullen van morgen klaargezet. Ik laat alleen dat zien. Ik denk dat je al wel weet wat we gaan doen. Maar dat laat ik als enige zien. Ik heb heel veel zin in morgen. Laten we dat voorop stellen. Ik ben ergens wel een beetje bang. Ik ben momenteel ook even bezig met mijn GoPro spullen op te laden. Want ik weet niet precies hoe vol ieder batterij is die ik heb. En ik moet ook heel even kijken of de SD-kaartjes leeg zijn. Want natuurlijk neem ik de GoPro mee. Ik denk dat er niet heel veel van terecht komt morgen. Laat ik dat voorop stellen. Laten we zeggen dat het de eerste keer is dat ik zoiets ga doen. Nou, niet zoiets. Laat ik zeggen dat dit de eerste keer is dat ik dit ga doen. Wat ik nu ga doen, zeg maar. Dus het is een nieuwe ervaring. Met een goede instructeur. Dus het wordt gezellig. Het wordt heel leuk, denk ik. Het wordt wel een lange rit, zullen we dat zo zeggen. Maar ik heb er zin in. Dus ik hoop dat jij er ook zin in hebt. Ik ga nu nog heel even dus kijken naar mijn GoPro beelden. Ik ga nog heel even verder YouTube kijken. Even chillen. Ik ben best wel moe namelijk vandaag. Ik heb ook overal spierpijn. Ik ben helemaal... Dus ik ga alle energie opsparen. Zodat ik die morgen kan gebruiken. Want ik denk dat ik morgen letterlijk zo snel als dat ik begin. Ook zo snel als dat maar kan weer klaar ben. Daarmee eigenlijk. Als ik heel druk ben. Nou, ik denk niet dat ik er klaar mee ben, maar wel qua energie. Ik denk dat mijn energie er eerder mee stopt dan de fun, zeg maar. Ik denk dat ik langer fun ga hebben, of langer fun wil hebben, dan dat mijn energie aan kan. Dus we zullen zien hoe het morgen gaat. Maar ik heb er in ieder geval... Ik weet niet hoe vaak ik dat nog moet zeggen, maar ik heb er zoveel zin in. Dus ik zie u straks. Nadat ik alles een beetje bij elkaar heb gepakt. Even vertrekken morgen om 9 uur. Dus morgen is niet echt meer een kans om anders nog bij elkaar te zoeken. Ik weet niet eens welke tas ik ga meenemen. Ik moet echt allemaal nog even gaan kijken. Maar dat komt allemaal goed. Dus ja. Ik ben blij. Ik ben happy. Ondanks het feit dat ik vandaag eigenlijk me echt shitty heb gevoeld. Voel ik me toch wel een beetje blij nu. Dus ja. Altijd positieve zoeken in iedere dag. En daar ben ik op dit moment mee bezig. Ondanks het feit dat het pas morgen gaat gebeuren, ben ik er nu al mee bezig. Ik ben me mentaal aan het voorbereiden op iets leuks. En al zit het morgen, valt het echt vies tegen, maar dan maakt het nog niet uit. Want dan heb ik nu alvast de blijdschap. Dus, ja. 4 video's geëdit, online gezet. Of 3 video's geëdit, online gezet of ingepland. En ik ga nu lekker slapen. De dag is tot zijn einde en... Ik ga deze avond gebruiken om lekker te slapen. Morgen om 9 uur staat Rick op de stoep om op pad te gaan. We hebben geen haast morgen. Maar dat wil niet zeggen dat we niks op planning hebben staan. Dit gaat niet goed voor mijn telefoon zitten in oplader. Ik wilde mijn verlengkabel aan mijn oplader van mijn laptop naar beneden laten zakken. Maar dit gaat niet allemaal helemaal soepel. Dus, daar zitten mijn oortjes. Alles zit vast. Dit gaat niet lekker. Oké, dit gaat goed. Ik ga nu slapen. Ik wil jou een hele fijne, leuke en gezellige dag wensen. Ik wil jou al het geluk van de hele wereld wensen. Dat je vooruitgang mag boeken met de wensen die je hebt. En hopelijk zie ik jou morgen terug bij een goed nieuwe vlog. En tot die tijd wens ik jou een hele fijne en leuke dag of avond. Doeg!